Ze vragen weinig onderhoud en sommige mensen vinden ze heel mooi. Maar ze zijn o zo slecht voor het waterbeheer. Tuintegels, vandaag kon je ze hier dumpen. Nou mogen wij hier dan stenen gratis komen lossen. Maar dan krijgen we ook nog gratis iets terug om in het opgebroken gedeelte wat we nou vanmorgen gemaakt hebben, om daar iets terug te zetten. Het idee daarachter is dat wij toch merken dat veel mensen vaak een hele stenen tuin hebben. Vaak de voortuinen, helemaal versteend, geen groen in. Als je nou stenen eruit haalt en je zet er groen in, of het nou grasveld is of mooie planten, dan neemt dat water op en dat voorkomt een stukje van in ieder geval van die wateroverlast. Valt tegen, ben brandschoenen vergeten. Straks een ander kapot, hè? Ja, werken in de tuin is niet zonder gevaar. Vermoeiend en ook nog eens tijdrovend. Niet iedereen heeft daar zin in. Ben je bang voor onkruid, wat bodembedekkers erbij en je hebt er heel weinig aan te doen aan de tuin. Misschien 1-2 keer per jaar wat snoeiwerk, een takje afknippen. Nou, zet er wat leuke planten in en wat bloeiende planten in. Planten maken mensen ook gelukkig, hè?